Is Nori helemaal nuchter gemaakt? Nee. Er is één track, Geek In. De refrein is, ben in die bitch en ik ben geek in. Dus het gaat sowieso over drugs. Ik rap ook in de eerste verse, rap ik over, yo, ik krijg die jonko in een vuilniszak. Ja. Hij had me gespit toen ik wiet rookte. En toen heb ik die track later afgemaakt. En in de tweede verse open ik met, damn, Ronnie Flex, waarom flex je elke keer? Ecstasy en Mali, nee, we doen die shit niet meer. En dat, toen was ik dus gestopt met alles. Maar dat geekin gaat dus over MDMA. En toen dacht ik van, hey shit man, het is wel eigenlijk een beetje tegenstrijdig dat ik op dezelfde track spit. Dat ik drugs gebruik en daarna gewoon niet meer. Maar het eind van de dag van, yo, fuck it. Ja. Hier heb je de uitleg. Ik heb het gewoon in twee verschillende fases gemaakt in mijn leven, die track. Ja, maar dat, eerst deed ik het wel en toen niet meer, man. Ja, dat is wat het is, man. Dus sommige tracks, ja, sommige dingen zijn gemaakt toen ik wel nog rookte en dingen. Ja. En andere gewoon helemaal clean.